Op zondagochtend, 17 september 1944, gebeurt het dan. Terwijl heel overrasseld hier in de kerk zit, landen 1700 parachutisten van het 504e regiment uit 123 vliegtuigen hier vlakbij in het Broek. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Oh. 17 september 1944, ja. Toen zaten jullie hier ook met de hoogmis. Ja. En toen, wat gebeurde er? Nou, het eerste wat wij hoorden was dat jagers, ik wou wat wij zeggen straaljagers, maar die bestonden toen nog niet, die kwamen heel laag hier over de kerk vliegen, heel duidelijk hoorbaar. Ik zat er in die kleine bankjes daar rechts. En ik zag die ramen aan me trillen, hè, dus van alle granaten. Want zo ging het tekeer? Zo ging het hier tekeer, maar dat was eigenlijk vlakbij van Graafsebrughut. Hè. Ja. Hè, dat ging enorm tekeer hier. Ik ben gaan kijken met een buurjongen, Huub Schiks, en mijn broer Frans. We gelopen toch richting graven. We willen toch kijken wat er gebeurt. Kijken hoe dicht we erbij kunnen komen. En terwijl wij daar liepen, kwamen er drie vliegtuigen. Dakota's, bleek achteraf, want dat wisten we toen ook niet. En die dropten daar 20 parachutisten in het weiland. En daar stonden wij dus net met de neus vooraan. Ja. Dus je hebt ze zien neerkomen? Ja, de eerste hebben we zien landen. En wat die mannen deden, dat was met grote tangen de draad overal doorknippen. En dat zagen wij dus allemaal. Godverdorie, er komt nog veel meer. Op een gegeven moment hadden ze een hele grote bus met rook. Toen was het voor ons heel duidelijk, hier komt iets te gebeuren. Ja. Wat ik weet dat wij s'avonds op die 17 september binnen zaten. En dat is een buurman bij me zat. En die zei tegen mijn vader, ja maar Louis, we kunnen wel denken we zijn bevrijd. Maar als ze vannacht de moois overkomen, dan is het wel gebeurd met die bevrijding. Dit is het Broek dus. Ja. Ja. En hier, hier gebeurde het dan. Hier landen ze niet in eerste instantie geloof ik. Nee. Dat was dan verder, hè? Dat was verder, ja. Ja. Maar die gliders die dan neerkwamen, dat moet een machtig gezicht geweest zijn, of niet? Ja, is het ook, ja. 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 Als die naar beneden komen, dan is het echt een glijvlucht. Hè? Ja. Maar als ze de grond raken, dan krijg je het in de gaten dat ze toch nog hard gingen. Hè? Ja, ja. Want er zijn er ook verschillende die met de staart recht omhoog. Hè? Ja, we hadden de beschikking van een boer bij ons in de buurt, die had een platte wagen. En we hebben daar spullen dus opgehaald hier, ook daar op die plek waar het verzameld werd. En dan moesten we eerst naar Heumen brengen. En toen van Heumen naar bij Derks in de Looistraat, dat was een noordhospitaal. En daar kregen wij toen dus een brancard mee. Ja. En dan moesten we een gronden ophalen bij Hopman in Malden. En daarom hadden wij dus twee Amerikanen met mitrailleur achter op de platte wagen zitten, in de aanslag als het nodig was. Maar wij beseften helemaal niet dat dat dus erg was. Maar als er een Duitser was geweest, dan hadden ze ons ook zomaar. We zaten met vier man, zaten we op die platte wagen. Hadden ze ons er zomaar af kunnen vegen. Ja. En dit was de zaak van je ouders. Kun je eens vertellen, wat was hier? Die zaal is gebouwd in de mobilisatie. En dat was een fonkelnieuwe zaal. En overal kwam inkwartiering, maar hier niet. Omdat ze hier, ze vonden de Salvation Army, die vond dat ze hier voorstellingen gingen doen. En dan gingen ze vanuit Groesbeek, gingen ze met vrachtwagens de militairen ophalen. Die werden hier gelost. En dan mochten ze, weet ik wat, bekijken. En vooral Josephine Baker natuurlijk. Josephine Baker? Ja, die heeft hier opgetreden. Ja. Echt waar? Ja. Een mooi evenement is nog, terwijl zij aan het optreden was, mijn jongste zus ging eens even in de kleedkamer kijken.
En onderhand zei ik, nou, komt zij in de kleedkamer. En dat was Joke, die had een stola omgehangen van haar. En ik dacht, oh, maar zij vond het grandioos. En die stola die mocht Joke houden. Alleen jammer, we hebben hem niet meer. Oh, wat zonde. Maar jouw jongste zus heeft de stola van Josephine Beker gekregen. Ja. Die hier. Van een hele dikke. Ja. Bijzonder. Maar ze had er genoeg hoor. Ja.